Op 3 augustus 1944 vielen geallieerde bommen op enkele woonblokken van de Brugse Poort. De grootste ravage was hier op deze Maupertuszite. Voor de oudere bewoners van deze buurt beter bekend als de Blokken. Begin 50er jaren in de vorige eeuw werd een kleine gedenkplaat ingehuldigd ter nagedachtenis van deze gebeurtenis. Deze herinneringsdrager is na afbraak van de oude blokken echter spoorloos verdwenen. We zijn hier vandaag samengekomen om een nieuwe gedenksteen te onthullen om deze droeve gebeurtenis in de herinnering te houden. Onder de slachtoffers waren ook de grootouders van de heer Didier Pontzelen. Na grondig opzoekingswerk publiceerde hij in 1995 een brochure met het relaas van deze feiten. Ik geef u graag het woord aan de heer Didier Pontzelen. Ik sta hier vandaag met een heel dubbel gevoel. In de eerste plaats sta ik hier als kleinzoon van twee mensen die hier 74 jaar geleden het leven lieten. Maar aan de andere kant sta ik hier ook als vriend van de man die hiervoor verantwoordelijk is. Indien er één persoon is die weet wat er die fatale dag gebeurd is, dan is het wel de piloot van het vliegtuig. Ik schat dat onze bommen ongeveer 4 à 5 seconden te laat vielen. We maakten ons allen zorgen over deze vertraging. Tijdens onze gesprekken vroegen wij ons af of dit nu een mechanisch defect of een menselijke fout van onze bommenrichter was. 5 dagen later hoorden we in de debriefingzaal op de basis van onze inlichtingenofficier het verslag van een verkenning. Hij zei, een vertraagde drop, blijkbaar van 191H, viel in een volledig bebouwde buurt in de noordwestelijke rand van de stad. Dit incident toont aan dat er meer zorg moet worden besteed aan het uitkiezen van doelwitten van de laatste kans in de bezette gebieden. Dit specifieke vormingstation was veel te dicht bij de stad om een gepast doelwit van de laatste kans te kunnen zijn. Mijn Liberator was de 191H. Mijn bemanning maakte de vertraagde dropping. Alhoewel niemand ons officieel met de vinger wees, was ik toen ten zeerste in de war. Ik vermoedde talrijke burgerslachtoffers. Als resultaat van de verkenningsvlucht werd een nieuwe richtlijn uitgevaardigd. In de toekomst mochten er geen toevallige doelwitten uitgekozen worden die zo dichtbij bewoonde gebieden waren. Desalniettemin bleef een persoonlijk schuldgevoel mij jarenlang achtervolgen. Enkele dagen geleden kregen we echter een mail van meneer William de Rudder uit Opwijk. En die vroeger hier ook woonde en het bombardement ook heeft meegemaakt. En die meneer heeft een heel andere verklaring voor de blokken. Hij zegt dat de straten zouden pas na de oorlog naar personages uit het Reinaard de Vos-epos worden vernoemd. En daarvoor was er slechts één straatnaam. En dat was de werkgeverskolonie, heette je dat. Misschien de oudere mensen onder u zullen dat misschien nog wel weten. Maar dat was zo. En die werd gevolgd tussen, dat was de werkgeverskolonie en elke blok kreeg een nummer. Dus wat dat woonde was werkgeverskolonie 1, 2 of 3 enzovoort enzovoort. En als je maar van stigmatisatie kunt spreken, want dat doet ons denken aan minder geestige tijden natuurlijk. Maar goed, dames en heren, ik kom ter zake. Want toeval eigenlijk bestaat niet. Hè? Dat is een boutade die we allemaal wel eens gebruiken. En goed genoeg besef dat wellicht het omgekeerde waar is. En toch, enkele jaren geleden kreeg ik een mail van een buurtbewoner. De man was bezorgd over de verdwijning van het kleine herdenksteen in de Boomstraat. Want het stond in de Boomstraat. Met de hulde aan alle oorlogsslachtoffers onze dikkenij, Sint Theresia, stond daar ingebeiteld in dat steen. En dan praat ik die mail doorgestuurd naar onze diensten of ik kreeg een andere mail om mij uit te nodigen om ene Theodor Gurley te ontmoeten. Het werd een warme en hartelijke ontmoeting met deze 95-jarige Amerikaan waar meneer Pontzelen daarnet over gesproken heeft. Ik geef toe, dames en heren, ik was een beetje verbijsterd. Zoals u waarschijnlijk weet, heb ik mijn jeugd hier doorgebracht, in deze wijk en een paar straten verder, en ben ik hier in de Acaciastraat naar school geweest. En de oorlog zelf heb ik natuurlijk zelf nooit meegemaakt, maar ik heb wel talloze verhalen gehoord, ook van mijn grootouders en mijn ouders, en anekdotes die de volwassenen in mijn omgeving kwijt wilden. En het heeft mij ook als kind altijd geweldig geboeid wat in deze wijk is gebeurd.
naam van de bemanning van vlucht 191H. Thank you.